Angela de jong uit haar diepe irritatie over de voorspelbaarheid waarmee Johan Derkse serieuze misstanden in de mediawereld telkens lijkt te bagatelliseren. Ze roept hem op om zijn harige reed eens uit het zand te halen. De patronen zijn zo doorzichtig geworden dat het vandaag in sitevormen te onder leidt. Zodra een ernstig incident in de media opduikt, begint Derksen onmiddellijk met het opvallend knuffelen van de vermeende daders, waardoor het lijkt alsof het zijn vaste trucje is geworden. Dit doet afbreuk aan de glans van Zes. Terwijl Wilfred Gené leidzaam toekijkt. Recentelijk heeft Derksen de slachtoffers en vrouwen die zich uitspreken tegen WNL-baas Bert Huisjes opnieuw op een grievende manier beledigd, tot grote ergernis van Angela de Jong. Ze wijst op de ironie dat Derksen, te midden van zijn beledigingen, het vaderschap van alle betrokkenen benadrukt. Ze vraagt zich af of deze oude bokken ooit anders zouden reageren als hun eigen kinderen het slachtoffer zouden zijn van seksuele intimidatie op de werkvloer. Recensent Wilfred Takke van NRC is van mening dat Derksen consistent onbehoorlijk gedrag vertoont. Derksen lijkt de seksistische ondertoon van huisjes vermeende wangedrag te omarmen en beledigt genadeloos de vrouwen die hier tegen opstaan. Takke hekelt Derksens neiging om grensoverschrijdend gedrag tot een verdienmodel te maken. RTL 5 ster Thijs Zeeman uit zijn vermoeidheid over Derksens gedrag, noemt hem sarcastisch de boemer des vaderlands en benadrukt dat hedendaags leiderschap meer vraagt dan despotisme. Hij prijst Merel EK voor haar echte leiderschap. Onderzoeksjournaliste Kim van Keken vindt Derksen voorspelbaar en walgt van zijn opmerkingen over zwangerschapsdiscriminatie bij WNL. Volgens haar is hij een oude zak met voorspelbare standpunten. Guido den Aantrekker, baas van Story, verdedigt Derksen door te stellen dat zijn controversiële uitspraken vooral voor effect zijn. Hij beweert dat Derksen buiten de camera's empathischer is en suggereert dat het grootste deel van Derksens gedrag een act is voor klik bij tv. Den aantrekker roept op om je niet te veel druk te maken over Johan Derksen en in plaats daarvan te focussen op de staatsomroepen en hun organisatorisch geblunder. Volgens hem is het beter om niet te kijken als je het niet eens bandt met Derksens benadering.